Hallo beste kijkers, we zitten in de tuin bij Bernard. Bernard Brands, hier zit hij. En naast hem zit Toon. En we gaan het hebben over de voorstellingen die Bernard gaat hebben in de Lieve Kamp in Os. Nou, hoe is dit zo gekomen, Bernard? Want ik heb, iedereen is denk ik overvallen dat je zo ontzettend succesvol bent voordat je iets gedaan hebt. Dus hoe... Daar zal toch niemand van overvallen zijn? Nou, ik weet het niet. Nou, we zullen nog maar niet te hoog van de toren blazen, nee. Zoals je al wel weet, ik kan een jaartje of 15 ton praten. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ik hou wel van het podium en dat weet iedereen ook wel. Mm-hmm. En nou liep ik de laatste jaren al rond met de gedachte om eens iets meer te gaan doen dan alleen een ton praten. Want in een ton praten kan ik heel veel dingen niet in kwijt. In die zin, dat moet heel snel en kort. Dan heb je maar een kwartier, 20 minuten om je grappen te vertellen. En ik heb nog zoveel grappen meer te vertellen. Alleen heb ik een langere aanlooptijd voor nodig. Dus toen dacht ik, laat ik eens de stoute schoenen aantrekken. En contact zoeken met Lieve Kamp. Nou, een Toon die is mijn compaan al voor een paar jaar. Ook met het schrijven mee. En denk, nou, daar zullen we samen eens gaan fixen. Ja, want Toon, jij komt hier niet uit deze regio. Je woont iets verder weg. Ja, jullie kennen Bie Stouthakker. Ja. En ik ken Bernard natuurlijk van vroeger uit. Bernard heeft in Elvarenbeek gewoond. En daar zijn we vrienden geworden. En ik help regelmatig natuurlijk mee met de tonpraat-acts die Bernard deed. En ook in Bie Stouthakker hebben we ook tonpraatavonden. En daar schrijf ik al een jaar of 8 voor, denk ik. Mm-hmm. En zo is eigenlijk een beetje het idee ontstaan. Hè. Wij bellen elkaar dagelijks. En toen kwam het idee om naar de Lieve Kamp te gaan. Om daar echt een langere voorstelling te maken. Want je zei net al dat tonpraat is 15 minuten. Maar nu komt er een voorstelling van hoe lang? Een anderhalf uur zoiets. Ja, hij is nog niet af, dus het zal er een beetje omhouden. Maar, het is pas over 6 weken, hè? Dus we hebben nog tijd genoeg. Ja. Zo is het, ja. Dus een anderhalf uur zoiets zal het worden. En, En waar gaat waar gaat de voorstelling over? Ja, over jou. Over mij? Ja, en over iedereen eigenlijk. Oh, het is, als het goed is, één feest van herkenning. We hadden eigenlijk als doelstelling voor onszelf neergezet. Als je naar buiten loopt na de voorstelling, dan moet jij denken, hé, dat ging over mij. Of dat gaat over mijn vrouw of vriendin, of dat gaat over ons man, of dat gaat over ons pap. Maar het zijn situaties die iedereen meemaakt. En daar gaan we het een en ander over vertellen. En proberen daar ook nog een grapje bij te vertellen. Dat is misschien ook wel leuk, hè? Maar heel concreet, of willen jullie nog niks laten horen? En je wilt al een sneak preview? Bijvoorbeeld. Nou, ik zeg al, we hebben de tekst hebben we eigenlijk al heel aan het af. Alleen, nou moet er nog grappen in. Dus, ja, Oké. Nee, maar gaat het dan over school of over werk? Of hoe? Kan allemaal. Het zijn allemaal dingen die wellicht voorbij komen. Ja, ik wil natuurlijk nog niet te veel over zeggen. Want, eigenlijk moeten we allemaal er naartoe. Alleen, dat is een probleem, want het is al 3 keer uitverkocht, begreep ik. Ja, het is inderdaad 3 keer uitverkocht. Dat is wel een leuk verhaal. We hadden contact gezocht met de programmeur van de Lieve Kamp. En die kende ik natuurlijk niet en hij kende mij niet. En tijdens een gesprekje daar zei hij ook van, ja, ik ken jou niet. Je kunt mij niks laten zien. Je hebt nul ervaring, maar ik heb het volste vertrouwen in. Dus we gaan het doen. Ik denk, nou hartstikke goed, dan zeg ik niet te veel meer, want ik heb mijn buit al binnen. Ja. Maar toen koos je nog voor de kleinste zaal in de Lieve Kamp, Theater Marag. En ik dacht wel, nou die krijg ik wel makkelijk vol, want dat is een 40, 50 man. Dus dat vond ik aan de kleine kant, maar ik kan natuurlijk niet meteen te arrogant zijn. Dus toen zijn we tot een consensus gekomen om een datum te zoeken dat de Rabozaal ook vrij zou zijn. Mm-hmm. Dus stel dat de kaartverkoop goed zou gaan zoals ik zei en hem dan zou... niet verbazen, maar zoals hij het ook zou willen, dan zouden we altijd door kunnen schuiven naar de Rabozaal. Mm-hmm. En in mei startte de voorverkoop en dezelfde dag om 8 uur startte de voorverkoop zo. En 7:15 belde de programmeur op, het wordt sowieso de Rabozaal. En een uurtje later belde hij op, wat denk je van 2 avonden? En toen waren we een half week of een week verder en toen gingen we al naar 3. En toen vonden wij het genoeg geweest. Ja, want dat betekent dus, er zijn geen kaartjes meer te koop helaas voor degene die nog zou willen gaan. Hoe gaat het nu verder? Gaan jullie 1 voorstelling doen en die 3 keer herhalen? Of komen er iedere keer op actualiteiten nieuwe voorstellingen? We hebben nu 1 voorstelling en die voeren we 3 keer op.
En nou gaan we natuurlijk kijken wat de reacties zijn van het publiek. De, verwachten we dat die goed is. Anders gaan we er natuurlijk niet staan. En dan is het wel leuk, in ieder geval het droom wel een beetje van. Of in ieder geval, het is grappig als we bijvoorbeeld het volgende theaterseizoen in andere theaters zouden staan. Dus dan kunnen we diezelfde show van deze show, ik zou nog een jaar mee kunnen draaien. Ja. Zal we 10 keer ergens in 10, 15 keer in een andere theater staan. Ja, dat is hartstikke leuk. En daar is het eigenlijk ook allemaal om begonnen. Want dat geeft ons een goede reden om 10 keer... per jaar, 10, 15 keer per jaar gewoon naar een theater te gaan. En, zelf ook een leuke avond te beleven. Ja. Want liefst met overnachting, dan kunnen we er zelf ook nog een feestje van maken natuurlijk. Ja. Dat is het eigenlijk om te doen. Ja. Dus je wil eigenlijk nu al een oproep doen aan de andere theaters in de omgeving. Ja, graag. Ja. Graag. Om jullie te boeken voor het volgend jaar met overnachting. Goed idee. Caravannetje mee misschien? Ja, is dan, kan. Ja, is dan niet meer nodig, hè? Nee, ik weet het niet. Toon, jij schrijft. Ja? Is dat ook iets wat je normaal voor je beroep doet? Of is dat, Nee. Ik verkoop normaal chocolade. Daar ben ik eigenlijk heel de week mee bezig. Ja. En dat schrijven is gewoon een keer ontstaan omdat ik het leuk vind om iets te doen voor zo'n avond en voor het dorp bij ons. Mm-hmm. En ik ben zelf geen podiumdier. Ik heb een hekel aan om in de aandacht te staan en om op een podium te staan. Ik heb een hekel aan microfoons en aan camera's. Maar ja, goed, toch dus zit dit ik... is heel moeilijk voor jou. Dit is lastig. Ja. Dit is lastig. Nou, ja, dat is het showbizleven natuurlijk waar we tegemoet gaan. Nee, ja. Het zit nou ook wel aan zijn goede kant ook, hè? Ja. Ze zaten net anders. En, Nee, maar zo hebben we het samen ook iets in gevonden. Kijk, Bernard is degene die het gaat doen. En ik heb een klein bijrolletje op het podium, maar voor mij hoeft dat eigenlijk niet eens. Hè? Maar Bernard vindt het wel leuk om toch een beetje interactie te kunnen hebben. Mm-hmm. Dus daar hebben we een middenweg in gevonden. Ja. Hey, en Bernard, komt er ook muziek bij? Of ga je alleen maar praten? Of ga je ook zingen bijvoorbeeld? Nou, misschien kennen mensen mij ook wel van de Party Little Tent Parasol, dus de band. Ja. En daar zing ik dan misschien ook wel een liedje, maar dan is de tent meteen leeg. Dus misschien kunnen we daarmee eindigen als de zaal leeg moet. Ja. Dan kan ik misschien wel een liedje zingen. Maar het is een voorstelling waar alles in zit, dus de muziek komt er ook voorbij. En hebben jullie muzikanten of hoe heb je dat dan georganiseerd? Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Okay. Omdat het idee er allemaal wel is, alleen de uitwerking... Die is nog gaande. Die is nog gaande, ja. Nou, oké. Okay. Dus, nou ja, je hebt nog... Ik ben nu wel ook bezig, bijvoorbeeld... die is nou druk bezig met een pianoles aan nemen en trombone is hij mee bezig. Zeker. Ja, dus die druk met trombone, dat ligt hem wel. Nou, voor degenen die gaan kijken, die gaan volgens mij een hele verrassende voorstelling zien. Met allerlei... Nou ja, nog niet helemaal volledig uitbedachte ideeën. Ja, tegen die tijd hoop ik wel. Ja. Want hebben jullie ook een try-out? Of hoe, ja, we hebben ook een try-out. En die is ook in de Liefkamp. Komt daar ook publiek bij? Nee, willen we zonder publiek. Dat is veel makkelijker. Nee, natuurlijk met publiek natuurlijk. Geen idee. Ja, anders. Nee, want die stond namelijk niet op de site. Nee, die zit een week voor de eerste voorstelling. Dus kunnen we alles nog omgooien ook. Ja. Okay. En na die week gaan we het misschien wel helemaal anders doen. Ja. Oh, ja. Maar we hebben eigenlijk de programmeur opdracht gegeven. Wij vonden het leuk om te try-outen. Ja. En gezegd van nou, nodig 30 mensen uit in Marach. Hè, zoveel kunnen erin. Mm-hmm. Liefhebbers van cabaret. Hè, die hebben hun natuurlijk wel in de bestand zitten. Ja, klopt. En, dus er zijn mensen die wij op zeker niet kennen. Dat is ook wel leuk. Dan krijg je ook interactie met... mensen die we niet kennen en kijken mm-hmm. Hoe er die tegenaan kijken. Ja, en wellicht zijn die ook eerlijker hè, met de feedback. Ja. Van ja, ik vind helemaal niks. Dat kan hè. Ja, zijn dan, moet je blij zijn en volgende week niet hoeft te komen. Ja, nou daar gaan we vanuit dat het niet zal worden. Nee, en van de andere kant zijn we ook eigenwijs genoeg met zo'n try-out. Als mensen niet alles leuk vinden, dan denk ik van ja, dan zullen ze het wel niet snappen. Ja. Nee. Nou ja, en zijn jullie nog wel bevriend? Want ik kan me voorstellen dat het best lastig is om... Ja, want jij schrijft, jij geeft misschien commentaar of andersom. Nou, we zullen elkaar aardig aan. Ja? We schrijven allebei en we spelen eigenlijk allebei. En ja, alleen de uitwerking dadelijk zal zijn dat ik alles speel. Of ja, speel is ook zoiets. Verteld? Ja, want
is ook een ding. Mensen vragen wel, ga je het gewoon zo doen zoals je nou ook praat? Of praat je echt Nederlands? Of, en daar heb je het ook wel over gehad. Nee, we gaan niks spelen. Het is zoals het is. Ik ben wie ik ben. En het moet geen spelletje worden of geen voordrachtje. Mm-hmm. Dus ja. Ja, Tony doet af en toe wel een stukje waar hij heeft geschreven. En dan vertelt hij hoe hij het zo willen hebben. Nou, en dan kunnen we daarover sparen. Van, nou, dat is een goed idee of we gaan het anders doen. En vice versa natuurlijk. Ja. Ik denk dat je het beste gewoon dicht bij jezelf kunt blijven. Hè? Dan val je ook niet zo vlug door de mand. Ja, klopt. En dat geldt voor ons beiden. Ja. Ja, Bernard, hoe kom je nou eigenlijk bij je grappen? Nou, leuk dat je het vraagt. Ja. Nee, als je zo met die show bezig bent, dan hoor je overal grappen eigenlijk. Hè? Ik ben nu hier met de bouw bezig. Ik had van de week toon en telefoon. Van, ja, elke dag natuurlijk, maar van de week ga ik het over de bouw. En hoe gaat het allemaal? Ja, hartstikke druk. En ik zit nou volop bezig met de kraan. Of met kranen bezig. En zei, oh, dan schiet er lekker op met de badkamer bezig dus. Hè? Ja. Dus zo denk je, je pakt dingen allemaal anders op. Een paar weken geleden. Jij bedoelt dus dat jullie met grote kranen bezig waren? Of wat? Ja, inderdaad. Oh, nou, je denkt al aan de afbouw. Ja. En bijvoorbeeld, een paar weken geleden was ik een kopje thee aan het zetten, ook voor Marieke. Ik zeg, lust je chocolaatje bij? Nee, merci. Dan denk je, ja. Hè? Ja. Ik zeg niet dat we daar iets al mee doen, maar als je daar met zo'n show bezig bent, dan hoor je, overal hoor je iets anders in. Ja. Van de week ook de timmerman, ik had hier nog een deur staan en die kon hij misschien gebruiken. En hij ging die thuis opmeten. Hij zegt, nee, past niet, is te klein. Ja, dan past hij juist heel ruim. Het is, ja, je hoort alleen maar andere dingen de hele tijd. Dus het gaat ook veel over taal? Nou, is misschien wel aardig om een tipje op te lichten. In die zin, cabaretiers die hebben eigenlijk een hekel aan woordgrappen. Maar ze maken ze wel. Hè, van, oh, ja, ik maak hem toch gewoon, zeggen ze dan. En ja, wij houden al twee wel van woordgrappen. En waarom maak je die niet? Dus, vindt eigenlijk iedereen leuk of niet? Ja. Dus daar zitten wel wat woordgrappen in, denk ik. Ja, en dan gaan we zeggen, niet voor verontschuldigen. Nee, dat moet ik zeker niet doen. Nee. Nou, nog 6 weken te gaan, heren. Heel veel succes. Dankjewel. En nou, ik hoor het graag terug hoe het geweest is over 6 weken. Succes. Ja, je kunt nog altijd proberen om even bij de Lieve Kamp te kijken of je op de wachtlijst kunt. Er komen altijd wel wat kaartjes terug. Klopt, inderdaad. Dus, op de wachtlijst kun je je laten plaatsen. Ja, zijn 3 data. Ja. De 26 oktober. 14 februari, Valentijnsdag. En 22 mei. Ja. 2020 is er dan alweer. Dus daar kun je nog even informeren. En verder gaan wij kijken om sowieso nog daarna een leuk feestje van te maken. Dus wellicht kun je niet bij de voorstelling zijn, maar denk je, nou, dan ga ik mooi rond 1 uurtje of 10 nog even naar de Lieve Kamp. Oh, kan ook nog. Ja. Nou, heel veel succes. En zet hem op. Nou, dankjewel. Okay.